Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Welkom bij de tweede race van de TCR European Series, waar we dit weekend zijn neergestreken op dat legendarische circuit Spa-Francorchamps. 7 kilometer, mooi door de Ardennen heen. Altijd een circuit waar coureurs naar uitkijken, en ik dus ook. La Source. Tweede versnelling. Oh, ik ga even terug naar de eerste versnelling. Logisch, eerste ronde, short shift naar zijn 2. Tegen de betonnen muur aan de binnenkant. En dan gaan we naar een van die bochten waar je echt je adem in houdt. Waar iedere coureur naar uitkijkt. Eau Rouge, daar komt hij. Oh, wat lekker. Klein foutje. Oh, kleine correctie. Ja, hier moet je er niet afgaan, want dan is je auto echt plat. Gaan we naar boven. Alles vol gas. Loopt allemaal omhoog. Altijd goed om hier een goede slipstream te pakken in de kwalificatie. Naar de Le Combe. Komt hij aan. Hard remmen. Het is rechts, links, rechts. Derde versnelling. 100 meter remmen. Over de curbs. Allemaal in z'n 3. Over de curbs en op naar z'n 4. Naar Bruxelles. Ook eigenlijk wel een hairpin. Valt naar beneden. Altijd moeilijk aanremmen. Als hij naar beneden valt. Aan de binnenkant houden. En naar z'n derde versnelling. Een moeilijke linker. Binnenkant en buitenkant. Dan zie je ook dat ik de exit echt nodig heb. Alles naar beneden. Ja, heerlijk hoor. Pouhon, komt hij aan. In zijn 5, terug naar 4. Hele snelle linker. Oh, iets te hard erin. Ja, hier verlies ik minstens een halve seconde. Maar het is ook een van mijn eerste rondes. Hè. Even lekker inkomen. Gaan we naar de piefpaf. Onder de brug remmen. Hard remmen. Over de binnenkant heen. Derde versnelling. En weer naar links. Ook niet heel netjes, maar blijft de snelheid er wel inhouden. Naar Stavelo, het verste punt van het circuit vanaf de pits. Derde versnelling en dan alles vol gas vanaf hier. Net vol gas deze. Geef je hem de minste weerstand, laat je mooi naar buiten vloeien. En dan gaan we hoor. Dan komt hij, Blanchimont, de dubbele linker. De eerste makkelijk vol gas, maar de tweede echt net. Hoppa, vol gas erin. Oké, ik heb wel iets meer exit nodig dan normaal. Maar ja, hij was wel vol gas. Hard aanremmen voor de chicaan. In z'n 2. Iets te laat geremd, miste ik de eerste apex. En dan heb je meegereden met Tom Coronel in de Honda Civic Type R op dat heerlijke circuit Spa-Francorchamps. En dan is het tijd voor de kwalificatie met problemen voor Tom Coronel. What's wrong with my left rear? I have a flat tire on the left rear. Dus moeten er nieuwe banden op de Honda Civic van Tom Coronel. 34 auto's aan de start van deze wedstrijd. En TCR Europe is altijd spectaculair. Tom op weg voor weer een poging in de kwalificatie. P24 right now, P24. We're looking at improving by 2 seconds for P10. 2 seconds for P10. En dat zit erin voor Tom Coronel, die tiende positie. En dat zou betekenen pole position voor de tweede race van het weekend. Wederom een setje, wederom een kans voor Coronel. Red flag, red flag. P15, P15 is a shame. We were really close to P12 and we missed it by less than a tenth. Sorry, but that was a really good lap, really good lap. Het zit niet mee in de kwalificatie, dan moet het maar in de race. Twee races op Spa-Francorchamps. Maar eerst over de kwalificatie. Het was gewoon een puinhoop. Eerst had ik een lekke band linksachter. Ik had al een hele rare overstuur die ik niet kon plaatsen. En de laatste run in Blanchimont ging die jongen uit Qatar naar die, ik dacht die rijdt hem de muur in, die ging compleet haaks. Dus ik moest links, rechts, links, ja, dan mis je net 1700ste voor de top 12. Dat is wel serieus balen.
Kwalificatie is één ding. Racen is natuurlijk iets heel anders. Zeker op het circuit Spa-Francorchamps, waar de regen nooit ver weg is. En ook het spektakel altijd dichtbij. We starten vanaf de 14e plek. Ja, ik zou toch echt wel gewoon een beetje rond plek 7-8 moeten kunnen vechten. Dus dat gevecht gaan we ook aan. We hebben 11 rondes te gaan, dus dat moet kunnen lukken. Pole position is er voor Gilles Magnus in de Audi. Naast hem staat de man uit Uruguay, Santiago Urrutia. En de regen is nooit ver weg. De man met de groene vlag, die zwaait. En dan zijn we weg. En Maxime Potti met een hele slechte start vanaf de tweede rij. Magnus met een goede start. En let op, in het midden van het veld Tom Coronel. Waar ga je dan zitten in de eerste bocht? Lasoers een beetje in het midden. Dan heeft Tom het gelukje dat er wat mensen wijd gaan. Je kan namelijk, als je op de baan blijft, veel eerder op het gas en dan naar beneden. Richting Eau Rouge en de Radillon. En dan zit Coronel goed. Als hij nu vroeg op het gas kan, dan heeft hij een heerlijke slipstream. Richting de Lecombe en zit er misschien nog wel meer in het vat dan de drie plaatsen die hij inmiddels al gewonnen heeft. Vooraan is het Magnus met een klein gaatje naar Urrutia. En Olivier komt en die komt, krijgt een duwtje. Die krijgt een duwtje van Brichet. De man die de vorige edities, de eerste twee wedstrijden van het kampioenschap, de tweede races wist te winnen. En daar is het Mo, ja, de nummer 46. Dat is onze Finse vriend die daar zijn auto neerzet. Olli kan gas en die kan gas geven. Alleen hij ging nergens heen, maakte wel een hoop rook. Daar zien we hem met 46. Heeft hij samen met Teddy Claret een probleem bij Lecombe. We rijden mee met Coronel bij de start van de wedstrijd. En dat gaat eigenlijk heel erg lekker. Zit hier goed. Let op links. Daar gaan wat mannen eraf. Dan kan hij vroeg op het gas. Klein duwtje aan Maxime Potti geven. Richting Eau Rouge. Even van het gas en weer gauw erop. En dan zorgen dat je heerlijk mee kan. En daar zien we Olli Kangas. Een heleboel rook maken, maar gaat niet echt ver meer vooruit. Brichet in de pits. Déjà vu'tje naar Hongarije. Viel hij ook uit de eerste wedstrijd. Maar won hij de tweede wedstrijd van het weekend. Gespannen kijken de mannen van het team van Coronel naar de computers en de live timing. En die zien dat hij inmiddels is opgeklommen naar positie nummer 8. Heeft al lekker wat plaatsen goed gemaakt. Maar daarvoor zijn het gewoon nog steeds de Audi's aan de leiding. Op de plaatsen 1 en 2 en dan de snelste van de Peugeots. De top 4 is weg. Maar daarachter, wat een heerlijk groepje. Luca Engsler zit erbij. Kajaja zit erbij. En het is een mooi groepje hoor. Lekker vechtende mannen. Gebruiken alles plus een beetje meer. Het moet af en toe kunnen. Ook Gianni Morbidelli zit daarbij. En daar komt de aanval van Urrutia. Ja, dan blokkeer je even. Ga je ernaast. En dan kan Magnus gewoon weer simpel naar binnen. Nou moet Urrutia oppassen. Want daar komt de man daarachteraan. Olivier komt met de Peugeot die beter uit de eerste bocht komt. Terwijl de leider in het kampioenschap, Josh Files, zijn helm afdoet. Hij valt uit. 0 punten voor Files. Ja, ze gaan wel heel wijd daar bij het uitkomen van de Blanchimont. Richting de chicane. Ai, daar zit Coronel klem achter Luca Engsler. En gaat Morbidelli met de golf binnendoor. En dan moet Coronel oppassen dat ook Lloyd niet binnendoor komt. Maar Coronel gaat meteen weer in de aanval. Zit aan de binnenkant. Heel laat remmen. Klein beetje rook van de banden. Beetje blokkeren. Morbidelli stuurt in. Maar daar zit Coronel. En dit is toerwagen race puur sang. Beetje deurkrukken tegen elkaar. Beetje trekken, beetje duwen. En de knipperende lichten van Morbidelli die laten zien dat hij er niet blij mee is. Maar ja, Coronel gaat wel voorbij aan Lloyd. Ook zo'n Honda Civic Type R. En
En de herhaling nogmaals. Morbidelli aan de buitenkant. Coronel heel laat in de remmen. Ja, en hij zit er echt tussen, Gianni Morbidelli. Laatste ronde. We gaan richting de finish. Hoe gaat dat nog goed? Palsen, die daar een positie verliest. Even ernaast gaat en hoppa, ook Luca Engsler gaat er even naast. Ja, het mag allemaal. Hier gaat Engsler. Waarom verremt hij zich? Oh ja, Coronel zit er, Engsler. Dan kun je niet weer gewoon ongestraft naar links gaan. Maar uiteindelijk, als je heel eerlijk bent, doet Engsler goede zaken, want hij loopt gewoon weg. Aurélien komt, heeft een probleem, komt wat rook uit de auto. Maar gaat wel de finish halen, want die is nabij voor Gilles Magnus. Hij wint in de Continuo-auto. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen. Urrutia wordt tweede, dan Potti. Aurélien komt en op de vijfde positie is het Jimmy Clairet. En dan zien we ineens dit. Wat doet Lilou Wadou daar op haar dak met startnummer 44? Terwijl Galifi daar ook stilstaat, maar die heeft daar eigenlijk niks mee te maken, want die zat helemaal aan de andere kant van de baan. Hey, was a good fight, hè? Eh? You were lucky, hè? Yeah. I didn't want to touch you. Yeah, I was on the outside. And I thought, oh, where I have to go? That's okay. Good race, good race. Dat waren Luca Engsler en Tom Coronel die uiteindelijk 9e en 10e wonnen. Gilles Magnus wint de race voor Urrutia en Maxime Potti. It's like a dream coming true, winning in Spa. After Hockenheim we worked really hard on the race pace and as you see it worked off. After an amazing qualifying we managed to weld the tires and won the race. Yeah, amazing feeling. 34 auto's aan de start in TCR Europe. Er gebeurt altijd wel wat. Van 14 naar 10. Tom Coronel over race 1. Goeie start. Kwam mooi binnendoor in de eerste bocht. Zat ik eventjes even klem. Achter Kalaya geloof ik. Ja, die zat een beetje te rommelen de eerste ronde. Dus daar verloor ik veel tijd mee. Toen kwam een safety car. En toen zat ik bij de herpin. Zaten we met z'n drieën te vreubelen. Ja, toen kwam Engsler kwam buitenom. Dat was even jammer. En uiteindelijk probeerde... Wat was die... Een Seatje probeerde het bij mij ook eventjes buitenom in de chicaan. Weet je, ik was aan het verdedigen aan de binnenkant, dus met z'n allen. En ja, die maakte er eigenlijk een soort van file van. Ja, dus hup, kwamen ze buitenom voorbij. Dus dat was even jammer. Maar nee, ik denk dat ik lekker de snelheid had. Lekker heb gereced. Met Engsler nog even de laatste ronde lopen bakkeleien. Die nam wel wat risico. Ik kwam aanremmen en ik stond recht en die duwde me gewoon naar buiten toe. Dus die ging nog eventjes een beetje dwars. Maar nee, verder. Ik denk gewoon lekker gereced, goede punten. Ik moet even ietsjes verder vooraan starten, maar ik denk dat we er gewoon redelijk goed bij zitten. Het podium met blije mensen. En dan is er natuurlijk altijd race 2. Spektakel, want de top 10 start in omgekeerde volgorde. En dat doen we na de break. Tot zo. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. De start van race 2 zal ik weer vanaf de 14e plaats vertrekken. Maar de top 10 is omgedraaid. En dat zorgt altijd voor spektakel. En dat zorgt er ook voor dat Dusan Borkovic vanaf pole position mag starten. En Tom Coronel vanaf dezelfde startpositie als in race 1. Daar zien we mevrouw Borkovic die alles gadeslaat. En natuurlijk de mannen van Tom Coronel die er ook klaar voor zijn. Borkovic links voor. Kajaja ook op de eerste rij, maar die valt helemaal dood. En komt heel slecht weg. Borkovic, de man uit Servië, aan de leiding van de wedstrijd. En heeft al een lekkere voorsprong. Coronel zit helemaal aan de binnenkant. Soms wil hij er zitten, soms ook niet. Maar voorlopig speelt hij opzeker aan de binnenkant van La Source de Herpin. En kijk eens, de mannen op de eerste twee posities. Hoe ver zijn we al weg? En het is glibberen en glijden zo de eerste keer door Eau Rouge naar de Radion. En dan kun je er helemaal naast gaan rijden. Dat maakt allemaal niet uit. Borkovic links in beeld. Dan is het Clairet.
En Claret heeft een kleine voorsprong op de man op de derde plaats. En eigenlijk moet de top 2 nu gewoon samen gaan werken. Met z'n tweeën weglopen en het dan later uitvechten. Maar ja, achter in beeld, let op wat daar gebeurt. Daar hangt er een, zijn Hyundai in de bandenstapels. En die gaat niet verder. We gaan even terug naar de start van de wedstrijd. Rechts is het Kangas, maar die geeft niet veel gas. Coronel gaat er meteen aan voorbij en ook aan de slecht gestarte Kayaya. Dan is het Claret die voor ons rijdt. En de winnaar van race 1, Magnus. Oh, en daar was ook nog iemand met een valse start. Dat was Aurélien Comte met een valse start. Die zal daar straf voor krijgen. En wat gebeurt hier dan allemaal? Ai, ja, die gaat rechtuit. Daniel Nash met nummer 99. En dan let op achter in beeld. Ja, dan gaat hij de curve zo op. Stuurt hij te vroeg naar rechts. En dan pakt hij precies de laatste bandenstapel. En een hoop onderdelen van zijn auto af. Een langgerekt lint van toerwagens. Terwijl daar Gianni Morbidelli een tik uitdeelt aan Tom Coronel. Morbidelli die misschien denkt, ja, wat jij gisteren deed, dat kan ik beter. Want dit was wel gewoon een ordinaire beuk bij de Nederlander van de voormalig Formule 1-coureur. En ook daar zijn ze het niet helemaal eens. Nummer 24, Julien Brichet. En dan is het tijd voor weer een safety car. Want daar liggen wel heel veel onderdelen op het rechte stuk. Zoveel dat de safety car zelfs door de pits rijdt en dan bij de radion boven de baan weer opkomt. Alle onderdelen opgeruimd. En dan gaan we weer racen. En dan is het heel laat remmen voor de man uit Servië. Dusan Borkovic. Die de leiding houdt. Maar kijk eens, helemaal van buiten. Oi, oi, oi. Dat is wel een hele lange buitenwaartse lijn. Maar die zorgt ervoor dat Julien Brichet gewoon weer op de tweede positie rijdt. Hij viel uit tijdens de eerste wedstrijd. Maar nu zit hij er weer heerlijk bij en pakt gewoon de leiding. Dan is het Claret die daar Borkovic raakt. En Borkovic heel ongelukkig raakt. En Borkovic spint de baan af. Weg, kans op de overwinning. En we zien weer links, rechts, overal mensen naast de baan rijden. Let op, Claret wil naar de buitenkant, maar rent niet hard genoeg. Of in ieder geval rent Borkovic harder dan dat Claret dacht. En Borkovic wordt ernaast gezet. En heeft nog eigenlijk geluk dat hij niemand meeneemt in zijn spin. Terwijl mevrouw Borkovic het niet kan geloven. Ook hier gevechten links en rechts en deurkrukken en een beetje meer wat er tegen elkaar aan gereden wordt. Andreas Beckman die daar twee posities in één keer pakt, doet hij toch heel erg lekker. Terwijl Borkovic uitstapt en niet blij is. Coronel lekker in het gevecht en dat gevecht gaat richting de 10e positie. Sterker nog, dat gevecht gaat richting de 8e positie voor Tom Coronel. Wederom gestart vanaf 14, maar zit er dan lekker bij. Moet net een jump kunnen maken naar de top 5. Ja, en daar, hop! De guys push me on the screen, de backstreet, de guys come in on it. Paulsen is het slachtoffer van de actie van degene die achter Coronel reed. Coronel krijgt een duw. En dan neemt hij Paulsen mee. Ja, en die is dan echt een slachtoffer, want die verliest heel erg veel tijd. Een hoop rook, een hoop auto's die van links naar rechts gaan. Er wordt overal geduwd, daar bij het remmen. Coronel die dan net zijn auto voor de Audi kan krijgen. Maar wat gebeurde er nou op dat rechte stuk in de slipstream bij Magnus? Loopt die Audi daar aan het eind toch wel heel hard, want die loopt gewoon weg, ondanks de slipstream. Oeh, hij krijgt een beuk, zegt die Coronel. Ja, en dan is Paulsen en ook Magnus gewoon het haasje met Paulsen, die echt heel erg veel tijd verliest. Magnus, dat gaat nog net goed, want die komt met Coronel. Het laatste gedeelte van Lecombe, de baan weer op. En dit is ook niet lekker voor Coronel die zo aan het gras maaien is en een heleboel gras in zijn radiator krijgt. En ook daar wordt er wat getrokken en geduwd. Terwijl Gilles Magnus de auto aan de kant zet.
Claret, Morbidelli, maar ook Coronel, die ook van het uitdelen is daar richting die Urrutia. Ja, het is tourwagenracen. Laatste ronde van de wedstrijd bij de Radion. En daar wordt Coronel geraakt, want normaal ga je die hier niet zo af. I got hit from behind, guys. Very big hit. I don't know who it was. Big copy, just keep going, okay? Fucking hell, which lunatic hit me? In a rush. Schade aan de Honda van Coronel. Terwijl Brichet richting de overwinning rijdt, kijken wij. Oeh, daar heeft hij toch ook wel weer geluk. En het is Luca Filippi, je zou bijna zeggen wie anders, die Tom Coronel heel hard raakte. Kijk eens hoe die auto er ook uitziet. En zo ziet het eruit als je met Daniel Lloyd mee rijdt. Oeh, daar heeft Coronel nog heel veel geluk ook. Brichet wint de wedstrijd. Als tweede komt Claret over de finish, maar die heeft een drive-through penalty, dus die krijgt 30 seconden straf. Dus wordt Matteo Momola tweede voor Andreas Beckman. Ashley Sutton wordt vierde en Aurélien Comte wordt uiteindelijk vijfde. Terwijl Maxime Potti nog problemen had in de allerlaatste bocht. Tom Coronel uiteindelijk 25e. Dat was niet waar hij voor naar Spa gekomen was. Brichet, die won. Ce qui concerne la course d'aujourd'hui, c'était une course très compliquée car je partais assez loin. Voilà. J'étais déçu du safety car parce que la remontée c'était parti. Donc, mais après le safety car, j'ai vu qu'on pouvait gagner la course. Donc voilà, j'ai tout donné pour. Voilà, week-end qui se termine plutôt bien. Dit is de auto van Luca Filippi die samen met Tom Coronel terugloopt naar hun respectievelijke teams. Ja, ze zullen het wel niet eens zijn wat er nou precies gebeurde bij het oprijden van de Radion. De auto van Tom Coronel, veel schade. Dit was niet wat hij wilde. Ze waren een beetje hot. Bij Lecombe kreeg ik een megabeuk aan de achterkant. Zat ik vast aan Polsen, het zaten we in het gras. Ja, er gebeurde er helemaal niks meer. En toen uiteindelijk had ik geen snelheid meer naar boven toe. Watertemperatuur werd hoog, dat het gras in de radiateur kwam. En toen kreeg ik nog een hele grote klap van Luca Filippi bij Oroes. Dit was niet de bedoeling, het ging zo goed. Het zat een beetje plek 7, 8, 9, zaten we toch wel lekker goed ertussen. Gianni Morbidelli was nog een beetje hot van gisteren, denk ik. Die bleef maar beuken. Ja, ik kan wel zeggen dat dit was niet echt racen. Maar ja, aan de andere kant, ik denk dat jullie het wel weer gaaf vonden voor de beelden. Stand in het kampioenschap. Brichet, de nieuwe leider. Tom Coronel heeft 31 punten. De volgende wedstrijd op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Tot dan. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel.